Ik wil dit niet. Ik wil geen chat. Of misschien wel straks. Hoe dan ook. Hallo. We gaan streamen. En we gaan vliegen. Want wie hebben we daar? Mini-Me, co-piloot. Finn. Hi man. Ik ga zo een stukje vliegen. En ik ga proberen te streamen. Tenminste, Finn. Want Finn is mijn cameraman. Ik heb dit nog nooit gedaan. Dus geen idee of dit goed gaat. Is het te veel geluid? Of juist niet. Ik denk het wel. Motorgeluid. Want dan kan ik niet wegfilteren. Ik heb geen... geen apparatuur die dat kan tegenhouden, laat ik het zo zeggen. Dus het wordt lawaaiig, maar we hopen ook leuk. Even deze dicht doen. Zo, frisse lucht hebben we niet nodig, het is koud. En Finn gaat opnemen. Wat willen we gaan doen? We zijn op vliegveld Hilversum. Ik ga even een camera draaien, want dan kunnen we zo kijken. En dan gaan we hier kijken. Dankjewel Finn. Het plan is, we zijn bij Hilversum en wij willen vanaf Hilversum langs Flevoland vliegen. En dan gaan we de Batavia bekijken en dan... eventueel naar Urk en oversteken naar Enkhuizen over het IJsselmeer heen en dan weer terug. Ligt een beetje de bewolking of we er zin in hebben. Het kan ook zijn dat we via dezelfde weg terug gaan. Of dat we om Flevoland heen gaan. Dat gaan we wel zien. Finn gaat oefenen. Finn heeft ook nog eens een keertje een chat window. Dus hij kan ook nog vragen beantwoorden. Geen idee of we dat gaan doen. Of dat het überhaupt verstaanbaar is. Ik ga dit stokje overgeven aan Finn. Zo. Die mag hem vasthouden en filmen. Heel goed. We hebben het vliegtuig helemaal langs gelopen. He? Ik ga wel mijn jas uit doen trouwens, ik heb het nu al warm. De vest is al genoeg. Gaat ie goed? Ja. Mijn zakken erin. Dat mijn autosleutel eruit valt, dat ik straks dat het vliegtuig weer weg is. Met mijn autosleutels. Dat zou niet goed zijn. Toch? Man van weinig woorden. Heel goed. Zo. Ik ga zo natuurlijk mogelijk weer te vliegen. Ik weet niet dat ik nu op camera sta. Vind ik ook een soort van spannend. Zo. Mijn kaart, mijn navigatieding leg ik even op jouw schoot. Want ik moet even erin hijsen. En dan gaan we vliegen. We hebben één kijker. We hebben één kijker. Hallo kijker. Nou, misschien worden het er wel niet meer dan dat, hè? Misschien hebben we wel nul kijkers. Maar dat maakt niet uit. Want we doen het voor de lol, hè? Mm-hmm. Zo. Ik doe mijn riem vast. En doe mijn riem strak. Deurtje dicht, deurtje slot. Dit is niet handig. Ik kom niet goed bij de pedalen. Had ik eerst moeten doen. Ging weer los. Nice. Nice. Zo, beter. Het is een lekker knus vliegtuig, dus ik stoot me overal tegenaan. Yep. Ik niet, ik ben lekker klein. Ja. Maar je hebt nu een heel groot kussen, hè? Dan kan je het goed zien allemaal. Yep. Yep. Ik heb nog even omhoog doen, helemaal goed. Koptelefoon met de hand? Die heb je daar nodig, hè? Ja. Ik heb hem... Moet ik wat opdoen bij je? Ja. Het is koud. Oh, voor mij is het lekker warm. Ja. Kom maar, doe ik hem wel bij je, vast. Je moet hem zelf een beetje goed doen, hè? Het is, ja, dit is heel slecht. Oké, ja. Als je twee handen nodig hebt, moet je hem even overgeven. Nee. Ja, gaat goed? Oké. Pakken we de checklist. En hier ga ik alvast opschrijven, dat hoef ik straks niet te doen. Het is vandaag de 20e. Geen instructeur. En de tellenstand is 2870.1. Zo. Heb je dat alvast gedaan? Checklist. We hebben het vliegtuig geïnspecteerd. De papieren zijn aan boord. De riemen zijn vast en strak. De deuren zijn klemdicht en op slot. Park and brake.
Hij staat niet aan. Nu wel. Fuel selector staat op rechts. We hebben rechts de meeste brandstof, hebben we al gemeten. Alle elektriciteit staat uit en de radio en transponders zijn uit. Dan gaan we de sleutel pakken. God, wat is het? Hier is de sleutel. Zonder sleutel komen we niet verder. En die doen wij alvast erin. Zo. Master aan, lampen aan, knippenlampje is dat, instruments aan, fuelpomp aan. Hij heel doet het. Luidruchtig. En? Hij doet het heel erg luidruchtig. We hebben brandstofdruk. Dat is goed, hè? Dus de pomp doet het. Uit. Frottel dicht. Ik doe hem een klein beetje open om te starten. Choke gaan we niet doen. Propeller is clear. Nou, daar komt de herrie. En start. Zo dan.
hè, bij je straks hier. Parking brake is set. Dus we gaan staan op de andere. We gaan de instrumenten eens checken. Die wordt warm. Die is nog niet helemaal warm. Dat is de olietemperatuur. De olietemperatuur is nog niet helemaal warm. Dus je kan nog geen enkel checken. En dat is de oliedruk. Dus die is wel goed. We hebben genoeg olie. Controls. Top of the
Oké.